kijkers, vrienden en medezoekers. We zijn vandaag in Rotterdam. We gaan magneet vissen en ik ben hier niet alleen. Ik ben hier met, zeg het maar. Magneetvissers van Rotterdam. Mijn naam is Rick. Zijn naam is Rick. En hij had gereageerd op mijn vorige video. Dat hij het leuk leek dat we een keer samen zouden gaan vissen. Dus bij deze gaan we er een mooi dagje van maken. Ja. We hebben al wat leuke spulletjes eruit gehaald. Ook een hoop oud ijzer. En nou gaan we even kijken wat er hier uit dit water komt. Dus beloven? Yes, let's go! Daar kun je aardig wat mee vastzetten. Moet je kijken wat een bout. Oh. Oh. Een ding joh. Nog groter. Ja. Oh. Dat verliep niet op rolletjes. Aardige wielen zitten eronder. Zo. Hoe is die nou thuis gekomen? Hè? Oh, van Vlodder. Van Vlodder. Oh ja, opa. Oh, dan voor de oorlog. Jeetje, wat een ding joh. Een stukje rond de vissen. Ja, die is achter blijven hangen natuurlijk. Oh. Nou. Wel grappig. Ik heb hem nog nooit tegen geholpen. Zo, echt wel. Moet je dat frame zien joh, hoe dat eruit ziet. Mijn model is al oud. Zo maken ze niet meer. Wat is dit dan voor een hendel? Maar volgens mij lag er nog iets zwaars. Ja, er lag nog iets, maar daar komt er geen beweging in. Dat is wel grappig, een oude rolstoel. Echt, hè? Want hier was ook een magneetvisser geweest, die had een kluis opgevist. Ja? Daar zat een bot in van een mens. Nee, joh. Ja, dus die hebben de politie gebeld en hebben ze uiteindelijk een lichaam nog uit het water gehaald. Zo. Ja, dat is wel, dat zijn... Maar dan krijg je, maar hoe je dat dan voor elkaar krijgt, dat je dan in het water gaat en dat er dan precies een bot in ligt. Ik heb weer wat zwaars. Even kijken wat er nou weer boven water komt. Wat is dit nou? Met een bocht of een leidingwerk of zo, of dit iets? Hè? Nee. Kop van Jut. Kijk, wat Rick vindt. Een zakmes. Een zakmes. Tenminste, een zakmespad. Of het is een multifunctionele. Ja. Ja, kijk, zakmesachtig iets. Kun je nog een flesje wijn openen, een biertje? Ja. En een tang. En een tang. We gaan een hele gereedschapwinkel beginnen, joh. Ja, joh. Voorbeeld. Oh ja. Dat is wel leuk. Hier. Ja, dat is een flinke geweest. Ja, iemand met grote ogen. Ja, zoiets. Ik dacht, wat is dit nou? Ziet er ook apart uit. Hè? Dat ziet er ook uit als van de rolstoel. Oh, ik zie het al, dat is voor baby's. Kijk, gewicht heffen. Dat is gewicht heffen, joh. Gewicht heffen. Een vink gevonden. Lachen, man. Ja, joh. Dat is voor als je niet meer naar de sportschool kan nu, met dat coronavirus. Dan kun je gewoon thuis trainen. Ja, hè? Gewoon sterk worden. We kunnen pannenkoeken gaan bakken. Oh, een mooi pannetje gevonden. Yes, toch nog wel. Een Duits zei, maar weet ik niet. Huh? Ah ja. Hier, kijk zo. Kijk. Zo. Dan krijg je gelijk vieze haren. Pannenkoekie bakken. Ja. Of pizza. Ik vind helemaal mooi, blikje in de water. Ja. Nee, ik vind helemaal mooi, magneetje in de water. Oh ja, magneetje in de water. Ik heb wel wat zwaars. Even kijken. Ga
Verrassing, verrassing. Wat is het? Oh. Een combinatiepakket. Ja, bestel hem hier. Een fietsband en een pizzapunt. Zie je dat? Had jij pizza besteld? Nee. Ja, hier. Had iemand honger aan de overkant. Pizza anchovies. Nee joh, een hele. Wat zei je? We hebben er al genoeg hier. Het is gewoon een... Die heb ik nog niet. Ja, die heb ik zat. Die? Ja. Ja. Nee. Hij is van messing. Ja, maar... Dat is een mooie. Die zou ik netjes maken. Die dat is een mooie. K98. Dat is een messingkogel. Die kan je mooi maken. Ja. Kijk, ik vis een Zippo op. Maar die ga ik even schoonmaken thuis voor de zekerheid. Want het kan ook nog wel eens uit de oorlog zijn. Ja. Of je probeert nu even te tikken. Ja, ik maak hem thuis even voorzichtig schoon. Leuk. Hij staat echt op de goede plek, hè? Ja, ja. Kijk, weer een patroon. Vermoedelijk Duits. Kijk dan joh, helemaal scherp nog. Ja, hey, dat is wel letterlijk scherp. Zie je het? Ook een messing. Ja, dit dat is dan, hoe heet dat? Ook, dat is koperachtig. Nou, volgens mij is de kogelpunt koper. En de huls is messing. Ja, maar ik bedoel, dat hebt de koperkleur. Ja, een beetje gouden kleur. Ja. Ja. Leuk. Leuk man. Nou, het is bijna etenstijd. Ik heb mijn magnetron hier. Eventjes kijken. Twee minuten, Rick. Ja. Ja? Even kijken, ja. Pling. Ja. Wat we eten. Nasi goreng. Kijk, en dan kan je anders ook aan je kijkers vertellen. Kijk, deze is speciaal. Als je nou bijvoorbeeld een te groot bord hebt, kijk, dan doe je gewoon even zo beuken. Ja. En dan kan je er meer in doen. Ja, precies. Gewoon zo in de vele. Dit is een mooie dit hoor. Yes mensen, we gaan afsluiten. Het was een topdag vandaag. Gezellig. Ja, het was echt gezellig. Gezellig. We hebben veel rommel boven water gehaald. Ja, en kijk wat goed uitzicht we daar hebben. Dit is onder andere de rommel. Ja. Dus dat hebben we eruit gehaald. Dus wij willen jullie bedanken voor het kijken. Ja. Hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. En we zien jullie snel bij het volgende avontuur. En abonneer ook eventjes op deze jongeman. En ook op hem. Hij is lekker bezig. Dus tot later. Doei.